Nou, wat in de sector speelt is duurzaamheid. Duurzaamheid in de volle breedte. Iedereen ziet de noodzaak dat er dingen moeten gebeuren. De vraag is alleen hoe. Hansa Green Tour is een bedrijf dat evenementen organiseert, netwerkreizen, themareizen, maar alles rondom de thematiek duurzaamheid in de volste breedte. Nou, wij bezoeken met onze evenementen inspirerende, duurzame initiatieven. Dat kan zijn een automotorfabriek die een elektrische auto aan het bouwen is. Dat kan zijn een afvalcentraal, bijvoorbeeld in Kopenhagen, die zo schoon is dat ze hem daarom in het centrum van de stad bouwen. We bezoeken gekke dingen zoals een bunker die wordt omgetoverd tot een energiecentrale. Dat soort voorbeelden doen we niet alleen in Europa, maar ook in Dubai, ook in Abu Dhabi, waar het dan ook maar is. 2018 hebben we hier de start gehad van ons evenement op Schiphol. Omdat hier een heel mooi initiatief is gestart. Namelijk het bouwen van een buscentrale. Die eigenlijk afkomstig is van een hangar uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in contact gekomen met architect Hans Erdman. Die had het idee om een vliegtuighangar uit de Tweede Wereldoorlog een tweede leven te geven. En een vliegtuighangar om te bouwen naar een energieproducerende busterminal. Nou, we zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe reis naar de Abu Dhabi Sustainability Week en de Dubai Expo. Een ander voorbeeld waar we naartoe gaan in 2022 is de World Sustainable Energy Days. Dat is het grootste evenement in Europa op het gebied van duurzaamheid. En in april volgt weer een nieuwe Hansa Cannonball Run. En dat is eigenlijk een race met elektrische auto's over 1000 kilometer van Nederland naar Oostenrijk. Met de uitdaging dat zo snel mogelijk te doen, met zo weinig mogelijk verbruik. Dus zo energie-efficiënt mogelijk, toch zo snel mogelijk in Oostenrijk te komen.